Je luistert naar een aflevering van Tussen Kunst en Wetenschap, een project van Studium Generale van de Universiteit Maastricht en de Stichting Edmund Hustings. In deze podcast gaan wetenschappers en kunstenaars met elkaar in gesprek over inspiratie en onderzoeken wat kunst en wetenschap met elkaar delen, maar ook waar ze verschillen. Wie wel eens een kuil graaft in Zuid-Limburg weet dat je dan vanzelf historische artefacten in de bodem vindt. Guyen van Luyt is beeldend kunstenaar en zoekt met zijn metaaldetector naar sporen van het verleden, die hij dan op bijzondere wijze onderdeel maakt van zijn kunst. Hij gaat in gesprek met Karin Jenison, conservator van het Thermemuseum in Heerlen, die net als van Luyt geïnteresseerd is in bodemvondsten, maar dan vanuit een hele andere invalshoek, namelijk de archeologie. Het gesprek werd live opgenomen tijdens het PAS-festival in 2021 en wordt geleid door Luc Heesen. Ik geef hem dan ook graag het woord. Welkom allemaal bij PAS Festival, een festival van Studium Generale, Maastricht University en de Hustings Stichting. Ik ben Luc Heesen en ik voer vandaag vier gesprekken die gaan over de grens, misschien wel de overeenkomsten, de overlap tussen kunst en wetenschap. Op het eerste gezicht hebben die niet zo gek veel met elkaar te maken. Wetenschap is methodisch, gaat over herhaalbaarheid, het achterhalen van feitelijke kennis. En kunst gaat vaak over intuïtie, het unieke, het originele en werk zonder een vastomlijnde uitkomst, eigenlijk experiment. Maar de werkelijkheid is natuurlijk grilliger dan dat en we gaan kijken of we die stereotypen een beetje kunnen doorbreken of naar elkaar toe kunnen brengen. Want wij denken dat er een heel mooi grijs gebied tussen kunst en wetenschap aanwezig is. En zelfs al is die er niet, dan is er misschien mogelijkheid tot inspiratie van beide vlakken. Daar gaan we het over hebben. En over bodemvondsten gaat ons gesprek. het komende uur. Ik stel graag mijn gasten aan jullie voor. Naast mij kunstenaar Guyen van Luyt. En iets verder weg, archeoloog en conservator van het Thermemuseum in Heerlen, Karin Jenison. Welkom allebei. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Guyen, ik wil graag met jou beginnen. Hoe lang ben je al aan het vroeten in de aarde? Een jaar of 10 ongeveer. En het is begonnen ik heb een metaaldetector gekocht. En om op zoek te gaan naar vondsten uit de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. Okay. En uiteindelijk is dat, doordat ik per ongeluk eigenlijk een Romeinse munt gevonden heb, heeft me dat getriggerd en ben ik meer gaan zoeken, gericht op Romeinse geschiedenis. Wat was het vondsten. Voor munt? Hoe het was een beetje maf eigenlijk, want ik was aan het zoeken en ik vond dus een munt en ik was echt helemaal blij. En ik kwam thuis en na een dag of drie had ik hem... Ik had hem schoongemaakt en bekeken op internet zoeken wat erop stond. Er stond iets van Agrippa op of zo. En toen kwam ik dus achter dat het eigenlijk een sleutelhanger was. Die is ooit in de jaren 60 bij een Esso tankstation uitdeelde of zo. Okay. En er was dan uitgescheurd, dat ringetje. Dus ik dacht, het zag er mooi uit. Yeah. Dus het was echt zo van een anticlimax. Oh, dit is helemaal niks. En toen... vanaf toen, maar ik had wel al van alles bekeken op internet, van wat is er, en wij villa's en het Zuid-Limburgse landschap en zo. Romeinse weg, wat hier doorheen loopt, van Tongeren richting Keulen. En vanaf toen ben ik eigenlijk gewoon eens gaan kijken op zo'n veld en toen vond ik eigenlijk echt Romeinse vondst daarna. Ja. En wat vind je dan als je hier je schep in de grond steekt? Ja, er ligt heel erg veel nog steeds. Ik hoor wel eens mensen om me heen die dan gaan zoeken en die wat een beetje gek is. Met mensen met een metaaldetector die zoeken eigenlijk alleen maar op edelmetalen. En dat zijn er net die paar vondstjes van brons of zilver, of heel misschien goud of zo. Maar eigenlijk ligt het hele veld vol met sporen natuurlijk. Hè. Er zitten honderden fragmentjes van dakpannen, potscherven, soms stukjes glas of kralen. Je kunt van alles vinden, zeg maar. Mm. Maar het ligt er allemaal. En ben je overal even enthousiast over wat je opgraaft? Je hebt vaak wel verwachtingen of zo, maar ik ben erachter gekomen dat je niet zo makkelijk iets van goud vindt of zo bijvoorbeeld. Maar dat is ook een soort illusie. Maar het is eigenlijk veel mooier als je iets vindt wat, niet per se van mooier, maar je kunt ook over een kraaltje kan ook heel mooi zijn. Als je daar gewoon naar kijkt en je ziet bijvoorbeeld een Merovingische kraal met patroontjes erin en kleuren en zo. Dat is net zo mooi als een denarius of een zilveren munt of zo, voor mij. Dus, Oké, ik hoor allemaal onbekende termen, maar dat maakt niet uit. We gaan vast nog een en ander nader bekijken. Je hebt een bakje meegenomen, een heel, heel schattig tupperware bakje met wat foam erin. Ja. Daar zitten wat vondsten in, doe er eens een. Ik zal deze vondst nemen. Het is een teugelgeleider.
uit de Romeinse tijd, vroeg Romeins tot de midden-Romeinse tijd. Ja. En het is gevonden ook bij mij in de buurt, zeg maar. Dus op een akker heel, heel dicht bij mijn huis. En, het is een soort half rondje? Ja, het is half rond. Hij was ooit helemaal rond. Maar het mooie is dat je aan één kant, zeg maar, ziet dat helemaal, het brons heel dun geworden is. Ja. Dus daar heeft het touw altijd doorheen gelopen. Totdat hij of dus gewoon op was. Hij was gewoon of doorgebroken. Ja. En daarna hebben ze hem misschien weggegooid of... ja, waarschijnlijk dan. Ja. Wat ik me ook niet goed kan voorstellen, want brons was toch een duur materiaal ook toen. Ja. Maar ja, dat zoiets vind je dan. En wat wel mooi is dat, dat je gewoon kan zien dat hij dan echt gebruikt is heel erg lang. Hè. Waarschijnlijk heeft hij op een ossenspan gestaan, op het juk. Dus om het akker te bewerken. Ja. En ja, dat maakt het wel mooi, denk ja. ik. Dat je, en hier, ja. hier, dit geleidt een touw eigenlijk. Ja, het is een teugelgeleider. Ja. Net zoals wat je bijvoorbeeld op een boot ziet, waar dan de touw doorheen loopt. En, ja. En wat gebeurt er in je hoofd als je dit vindt? Of in je lijf? Of gaat heen? Ja, dat is gewoon heel mooi. Want ik was onderweg op de fiets en er stond iemand te werken op het veld. En was ik aan de praat geraakt. Zo doe ik altijd. Ik altijd praten met mensen of ze iets weten of ze iets gehoord hebben. Ze zeiden van ja, daarboven hebben ze de autobaan ooit gemaakt. En in die greppel lagen allemaal Romeinse dakpannen. In de watergreppel, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen ging ik er even kijken. En ik liep één baantje en toen vond ik direct dit zo. En ik zag direct dat het in ieder geval uit de Romeinse tijd kwam. Dus, dus dit ligt aan de oppervlakte? Ja, dat ligt. Het wordt eigenlijk al 2000 jaar wordt het omhoog geploegd. En het ligt ook op een soort heuvel. Dus die grond, er is erosie. Dus waarschijnlijk gaat er ook veel grond af elke regenbui. En uiteindelijk blijft het dan steeds boven toevallig hangen. Totdat je het iemand eroverheen loopt. En, Dus je hoeft maar te bukken hier? Dat valt wel tegen hoor. Je moet echt wel je best doen om iets als je zoiets wil vinden. Ik heb er ook maar één gevonden in al die jaren tijd of zo. Ja, de fonds is inmiddels ook aangemeld, of een tijd geleden al, bij PAN. Dat is Portable Antiquities Netherlands. Een stichting? Of onderzoeksgroep. Waar amateur... ja, ik vind het zo'n raar woord. Amateur-archeologen noemen ze het dan. Die dan archeologen die komen thuis langs om de vondsten te bekijken. Alles vanaf, steentijd of zo, tot de nieuwe tijd, tot ongeveer 1500. Mm-hmm. Worden de vondsten gedocumenteerd, gefotografeerd en in een systeem gezet. Zodat ze niet verloren gaan en ergens in een kastje liggen bij iemand thuis. En die kunnen ze altijd gebruikt worden. Dus ja. Heel belangrijk. Wat goed. Ja. Jij maakt hier kunst mee, maar daar komen we straks op. Ik wil eerst even beginnen bij je fascinatie. En Karen, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat voor jou is gegaan. Waarom vind jij bodemvondsten zo interessant? Voor mij zijn het gewoon eigenlijk verbindingsstukken tussen het hier en nu en het toen. Ik zeg ook altijd, als archeoloog leef je met een permanente tijdsdiepte. En zeker vandaag de dag zit iedereen alsof we het allemaal net hebben uitgevonden. Mm-hmm. En of we allemaal zo uniek zijn. En ja, mijn specialisatie is dus Romeins Zuid-Limburg. Dus ook deze regio. En aan zo ontzettend veel vondsten die ik dan beheer in de collectie van het museum... kun je zien van 2000 jaar is evolutionair gezien natuurlijk ook helemaal niets. En de mensen toen en de mensen nu, dat staat veel dichter bij elkaar. Dus het relativeert ook... Heel erg mooi, vind ik. Heb je daar een voorbeeld van zo'n observatie? En een van de beroemdste stukken is toch wel uit de collectie van het museum. Een simpele aardewerken kruik waar de maker drie keer zijn eigen naam op heeft geschreven. Maar hij heeft er dus ook op gezet dat hij de kruik heeft gemaakt voor één Amaka. Amaka is een heel Germaanse naam. Hij heeft zelf maar twee namen. Lucius, Frenius. Dus het is geen Romeins burger. Hè? En een pottenbakker verwacht je dat ook niet. Dat hij Romeins burgerrecht heeft. En dat is meer Gallisch. En deze ene pottenbakker heeft op een gegeven moment die kruik gemaakt voor... Hè, waarschijnlijk toch iemand op wie hij een oogje had. En hij heeft er... We kennen allemaal de vervloekingstabletten. Als je iemand haatte en je hoopte dat het slecht afliep, dan kraste je wat en dan vervloekte je het. Okay. Maar andersom kan dus ook zijn geweest. En deze kruik moet bijna als een soort van wenstablet gezien worden. Dat hij hoopte dat deze Amaka, die misschien alleen maar elke dag even voorbij kwam wandelen... dat hij daar iets mee kon krijgen. En dan zie je dus dat 2000 jaar geleden waren mensen ook bezig met... Oh, zou ze me leuk vinden? Of wat kan ik doen om te zorgen dat ze me leuk vindt? En
je ziet dus ook die kruik, hij heeft dat alfabet heeft hij ingekrast. En het is natuurlijk sowieso bijzonder, want de Kelten hadden zelf geen schrift. En de staatsburgers die gingen niet naar school. Dus voor zo'n pottoebakker dat hij überhaupt het hele alfabet kende en dan vervolgens dat gaat gebruiken. En je ziet hem gewoon zitten in zijn atelier en dat te doen. En ja, dat fascineert iedere keer nog. Dus dat is eigenlijk een beetje, uitsloven is een beetje negatief gesteld, maar misschien een soort visitekaartje van kijk eens wat ik kan en ik doe het voor jou. Ja, of hè, de goden, want hij ene zin gaat ook over dat hij hij roept zeg maar de god van Veresna aan, dus van zijn geboorteplaats. En wat ook leuk is, die plek waar dat is gevonden in Heerlen, en aan de Putgraaf. Daar vonden we ze dus een hele oven eigenlijk, met een soort van misbaksel. En daarom hebben we het gevonden überhaupt, want die hele oven, dat is gaan branden. En dus dan heb je een kuil vol met misbaksels. En de koepel van een pottenbakkersoven, die werd gemaakt van leem. En die werd deels opengebroken als de potten eruit moesten. En bij de volgende branding werd het weer dichtgesmeerd. En ze hebben dus ook brokken van die leem verzameld. En daar zie je dus heel duidelijk zo vier vingers. Want dat werd natuurlijk zo met die handen zo gesmeerd. Mm. En dat is dan misschien, daarmee sta je echt letterlijk. Hè? Je ziet gewoon iemands hand. En we hebben ook tegels waarbij je ziet dat er een stukje stof staat in de nog natte klei gedrukt. Dus ze hebben waarschijnlijk bij het opstapelen van die nog natte kleiproducten heeft iemand met zijn elleboog zo even gezeten. En dan zie je dat dus ook weer. Je ziet dat weefsel. En dat vind je nooit meer terug nu, hè, organisch materiaal. En dat zijn allemaal van die momentjes dat je even direct dat contact hebt met iemand van 2000 jaar geleden. Ja, dus die bodemfondsen zijn een soort tijdmachine voor jou, ja, eigenlijk. Naar een, ja, ja, absoluut. Voorbije tijd. En verhalenvertellers. Want met de juiste informatie over het object, met de juiste gids, zeg maar. En tegenwoordig is het specialisme van archeologen enorm. Je hebt mensen die alleen maar metaal doen. Je hebt mensen die alleen maar laat Romeins aardewerk doen. Dus als je hen loslaat op een bepaalde materiaalcategorie, daar komt er zoveel uit. En dat alles bij elkaar, daarmee kan je dan de verhalen reconstrueren. En ik zeg ook altijd, we zijn een soort van CSI-mensen. De opgravingsplek is de crime scene. En in het veld ben je bezig om alles keurig in kaart te brengen en hoe of wat. Maar het echte denkwerk gebeurt dan weer terug in het lab. Mm-hmm. Waar je inderdaad met z'n allen gaat lopen puzzelen van wat is daar nou gebeurd. En daar zijn die objecten centraal in. Mits je dus weet waar ze gevonden zijn. Op wat voor niveau, enzovoort, enzovoort. En in welke context, inderdaad. Ja. Dus inderdaad, ben jij een soort recherche? Zie je jezelf op die manier? Ja, is dat de magie van het vak? Het uitwerken van een opgraving, dat is absoluut dat speuren. En dat begint al op het moment dat de opgraving begint. Hè. Dan sta je in het veld en die kraan die begint die bouwvoer eraf te trekken. En dan kom je plotseling op niveau waar plotseling je gaat op zoek naar het vlak. Het vlak waar de mensen toen woonden. En dan begin je sporen te zien. En dat is een soort van, het is altijd spannend, hoe je het ook bent of keert. Ja. Hoe komt het materiaal dat bij jou in het museum komt eigenlijk uit de grond? Op welke aanleiding is daarvoor? Voor in het Thermenmuseum, wij hebben een collectie die is eigenlijk nu gesloten. Hè, dus wij krijgen geen nieuwe vondsten meer. Okay. En de aanleiding is wel heel erg mooi. Al in 1880, toen Heerlen net begon met alle mijnbouw. Toen iedere keer als er weer wat werd gebouwd, dan spatte het Romeinse uit de grond. En je had toen Limburgs Genootschap voor Oudheidkunde en Geschiedenis hier in Maastricht. Dus heel veel van die vondsten die gingen dan naar Maastricht. En toen heeft in 1890 de gemeenteraad gezegd, alles wat Romeins is in Heerlen, dat moet in Heerlen blijven. Dus dat is de start geweest van de collectie Romeins Heerlen. Daar hebben ze in 1920 zelfs iemand voor aangesteld, al als een soort stadsarcheoloog. En iedere keer als er dus wat boven kwam of er werd ergens gebouwd, dan ging hij kijken en dan verzamelde hij al het materiaal. En zo is de collectie Romeins Heerlen ontstaan. En die is, ja, bij benadering, want een deel is nog niet geregistreerd, is toch al zo'n 50.000 stuks. Maar tegenwoordig gaan alle objecten die volgens de reguliere archeologische monumentenzorg, dus opgravingen, proefsleuven en alles, die gaan naar het provinciaal depot voor bodemvondsten. En de aanleiding is dus eigenlijk altijd dat er gebouwd moet worden?
dat er een verstoring gaat plaatsvinden, inderdaad. Dus dat kan ook een riool zijn of een nieuwe kabel. Maar alles wat in de bodem zit, dat noem je het bodemarchief. Ja. En elke ingreep in het bodemarchief, dat is verstoring. En een boom kan je ergens anders opnieuw plaatsen, maar bodemarchiefverstoring is definitief. Ja. En wij als archeologen, wij verstoren dus ook de bodem. Want ja, als wij halen gewoon al dat archief, hè, dat gaan we helemaal eruit halen, zodat we het ex situ alsnog kunnen bestuderen. Mm. Maar vandaag de dag mag je geen loestgraboemen meer doen, zoals wij dat vroeger altijd klinkt noemden. Dat een professor gewoon lekker gaat graven ergens, omdat hij daar zin in heeft. Voor de zedenpolitie. Ja, wat vroeger dus wel mocht, dat de aanleiding moet zijn dat er een bedreiging is. En wat Geim doet, hè, dat is met de metaaldetector over de bouw voorlopen. Of een stortplaats. Hè, dat valt niet onder archeologische monumentenzorg. Maar dat is dus alleen de bovenste 50 centimeter die je dan mag doorzoeken. Ja. Dus dan mag je niet een vlak aanleggen of zo. Ja, dus er is een wetenschappelijke methode. Daar zitten heel veel regels aan, stel ik me zo voor, bij die afgravingen. Dat is eigenlijk de manier waarop dingen nu op de wetenschappelijke manier uit de bodem worden gehaald. Ja. Ja, en dan kan er natuurlijk nog altijd iemand een lucky find doen. Een boer die gaat ploegen en aan een zuil blijft hangen. Dat kun je nooit. Dat gebeurt gewoon. Maar in principe wel, ja. Is dat en waarom komt er dan in Heerlen niks meer bij? Dat begrijp ik eigenlijk niet. Omdat er dus nu... dat wordt wel heel detailistisch voor jullie. Maar er is een nieuwe wet aangenomen. En daarin staat dus dat alle vondsten moeten naar provinciale depots gaan. Zodat ze ook voor iedereen die onderzoek wil doen, altijd beschikbaar zijn. Oh ja, ja, oké. Okay. Geim, heb jij van die richtlijnen voor jezelf, los van inderdaad dit idee dat je niet te diep mag, dat je geen 3 meter diep mag. Heb jij een soort van, welke methode gebruik je als je iets wilt vinden? Of nou, ten eerste is het echt heel simpel. Volgens mij is het niet 50, maar 30 centimeter officieel. Dit is zelf maar 30. Ja, maar het is ook wat de ploeg nog maar mag. En, ja, want sowieso wordt ook ooit hadden die boeren hele diepe ploegen, zeg maar. Gingen ze veel dieper, maar dat mogen ze ook helemaal niet meer. Bijvoorbeeld op de Herkenberg, dat is een villa-terrein waar ik dicht in de buurt woon. Daar zijn ook heel veel regels voor die boer. Die mag alleen maar oppervlakkig die grond zeg maar, een beetje optrekken, is het eerder of zo. Dus niet echt meer dat zwaar omploegen. Ja. En die metaaldetector, die heeft op een munt bijvoorbeeld, die pakt misschien net 30 centimeter. Maar als het een dikke kleigrond is, dan is er dan niet... dan is het dan heel moeilijk om die diepte te halen. Dus het is überhaupt niet te doen om dieper te graven. Tenzij er bijvoorbeeld zo'n object ligt in de grond, maar die liggen er niet. Ja, in principe niet. Alles kan. Alles kan. Ja. Niet vaak verwacht. Ja, nee, maar dan was het al gevonden, zeg maar. Ja. En wat gebeurt er? Je verzamelt het als jij iets vindt. Hè? Dat ligt hier voor je. Maar wat gebeurt er? Wat doe je ermee vervolgens? Nou... Als ik iets vind echt uit de oudheid, zoals een tuggelglijder, daar gebeurt niks mee. Die heb ik en kan er naar kijken. En gelukkig is die geregistreerd, zeg maar. Ja, precies, is aangemeld. Ja. Maar je vindt natuurlijk heel veel uit alle tijden. Veel meer als echt uit de oudheid. En ik ben kunstenaar, dat is mijn werk, zeg maar. Dat is wat ik graag doe. En af en toe gebruik ik ook dingen die ik vind. Die komen dan terug in mijn werk bijvoorbeeld. En ik heb hier een deurklink meegenomen. En het is een deurklink, maar het is niet een Ik heb een aantal jaar geleden, in die tijd dat ik veel zocht naar spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Toen, ik was erin geïnteresseerd en ik ging overal in Duitsland en België, waar hard gevochten was, ben ik gaan zoeken. En je vindt daar oneindig veel kogels en materiaal, gespjes, van alles nog wat. En eigenlijk alles wat van messing of van koper was, heb ik bewaard, in ieder geval een gedeelte ervan. En ik wil heel graag dat ik iets mee doe of zo. Want in het verhaal is zeg maar dat in de oorlog hebben de Duitsers, op een gegeven moment hadden ze materiaal tekort, hè. Dus overal waar ze landen bezetten, werden ook alle brons en koper, van alles werd gewoon ingenomen, werd afgepakt. En het werd weer gebruikt in de oorlogsindustrie voor slechte dingen, voor bommen, granaten, weet ik veel, om te maken. En ik wil heel graag een keer iets ermee doen met die vondsten die ik dan gevonden heb. Het zijn gewoon fragmentjes van mij, stukjes van een granaatscherf en dat soort dingen ook. En
Uiteindelijk heb ik dan bij een bronschieter, waarmee ik vaker samenwerk, heb ik gevraagd van ja, zullen we niet een deel ervan omsmelten, dat ik daar iets mee ga maken. Zei, ja, dat kunnen we doen als alles veilig is en er zit niks meer explosiefs in, zeg maar. Oh ja. Dus uiteindelijk, ik vond het heel moeilijk om dan, wat ga je ermee maken of zo? En ik wilde gewoon graag iets wat gewoon, het hoefde niks opnieuw iets uit te beelden uit die tijd of zo, of niks maar eerder iets symbolisch gewoon iets. En op een gegeven moment, ik woonde toen in Brussel. En ik liep, het was een mooi oud huis uit de jaren, rond 1910. En er zat een hele mooie koper, of volgens mij was een messing deurklink. Een mooie gele kleur. En die had ik dus elke dag maakte ik die deur open en wat dicht. En ik ging er binnen. Op een gegeven moment zag ik die klink zo. Ik had hem al een jaar of twee aangeraakt. Maar toen ineens besefte ik, misschien moet ik wel iets doen met die deurklink. En dus een klink is eigenlijk het is gewoon een gebruiksvoorwerp natuurlijk. Op zich niet iets heel bijzonders, maar het is wel de klink van je eigen huis. En je huis is natuurlijk een plek waar je woont, waar je veilig voelt, wat niet heel vanzelfsprekend is. Hè. Dat zien we tegenwoordig ook heel erg, bijvoorbeeld, hè, met problemen in de wereld. En toen had ik dus bedacht om een replica te maken, of een afgietsel van diezelfde deurklink. En dat heb ik uiteindelijk dus gedaan. En ik heb dus één klink ook, de originele is eraf. En ik heb een van de afgietsels heb ik terug op de deur gezet. Zo. En die zit dan nu gewoon verborgen op eigenlijk, zo, met dat materiaal dan. En, dus waar de Duitsers eigenlijk resten uit huizen pakten, hè? Uit ja, huizenlijke inrichtingen. En dat voor oorlog gebruikt, heb jij dat omgedraaid. Ja, precies. En het weer teruggebracht tot een huiselijk materiaal. En uiteindelijk is het dus gewoon een object. En, ik heb het, als ik het presenteer, het is een hele simpele sokkel. En heel toevallig, het is een ondergrond van isolerende schuim. Ja. Wat een beetje op een soort van surface, een soort oppervlakte lijkt. Hè? Waar ook die vondsten uit die grond komen, in dat bosgebied. En daar zweeft hij eigenlijk bijna zo boven op een klein standaardje. Ja, eigenlijk als een soort van symbool bijna zo. Hè? Ja. Dus waar die bodemvondsten van elkaar een flashback zijn naar vroegere tijden. Terugkijken, de hele tijd machine. Is het voor jou een manier om een verhaal te vertellen? Ja, ook een verhaal, dingen zichtbaar maken. Of ook om een twist te maken met materiaal. Want de titel van het werk is 930 graden Celsius, zeg maar. En dat is eigenlijk de temperatuur dat messing verandert van vorm, zeg maar. Oh ja. Ja, het is natuurlijk, je denkt dan, het is een klink of zo, maar ja, in principe, je kunt het gewoon altijd weer in iets nieuws maken of zo. Hè. Dat is best wel een mooi idee of zo. Ja. En wat is jouw opvatting van kunst eigenlijk? Als jij kunst maakt, wat moet het dan zijn? Het is een hele grote vraag, ja. Ik weet het maar. Ik weet niet, het moet in ieder geval moet er lagen in zitten, het moet je aan het denken zetten, het moet iets, je moet een beetje, je moet verwonderd kunnen raken daardoor of zo. En, het hoeft niet in eerste instantie dat je het direct begrijpt of ziet, maar je zou het moeten ontdekken en op een of andere manier het op je eigen leven kunnen betrekken of zo. Dat zou wel mooi zijn. En vooral ook dingen die, we zien elke dag dingen en af en toe zijn dat hele simpele dingen die je opnieuw kan bekijken en die eigenlijk veel bijzonderder zijn dan wat je denkt of zo. Ja. Als je er goed naar kijkt of je doet er iets mee. Wat interessant is aan jullie allebei, wat een overeenkomst is, volgens mij is het verhalende aspect. Voor jou is dat heel belangrijk, Guim, omdat je wilt dat kijkers er een band mee krijgen. En ik stel me voor dat het bij jou eigenlijk niet anders is, Karen. Nou, zeker ook omdat ik als conservator werk. Dus mijn taak is het gewoon om de verhalen die er zijn beschikbaar te stellen aan het publiek. En ook goed na te denken over de beste manier dat die boodschap zo goed mogelijk overkomt en ook steeds zorgen voor nieuwe verhalen. Dus dan door het laten uitvoeren van nieuw onderzoek naar de collectie, zoals we 3 jaar geleden met het badhuis hebben gedaan. En, vertel even, hoe ziet dat eruit? Ja, dus in het museum, het pronkstuk van onze collectie is gewoon zijn de restanten van een Romeins publiek badhuis. En het is hij is bijna helemaal intact, hè, qua fundament. En dat is al redelijk uniek, want meestal werden die dingen in de middeleeuwen tot de laatste steen weggegraven. En door onderzoek te doen, want hij is in 1940 opgegraven,
op de manier van toen dus niet heel wetenschappelijk. En er is toen in 1948 een rapportage verschenen. Maar ja, met de kennis van toen. Dus dat is natuurlijk ook gewoon heel anders. En ze hadden nog niet eens een microscoop. Ze hadden geen C14-datering. Ja, wat zou je anders doen inderdaad in C14? Kun je dat in lekentaal uitleggen wat er nu... Dus dat is dat je dateert aan de hand van het meten van het verval van koolatomen. Die vervallen. En dat kunnen ze dus, hebben ze ergens in de jaren 70 uitgevonden. Dat je dat verval kun je meten, net zoals dendrochronologie. He, het tellen van de jaarringen als je hout vindt. Maar ja, dat is in de lusbodem vaak wat lastiger. Maar zo hebben we inderdaad een laagje helemaal vol met houtskool... hebben we laten C14 dateren. En dat is een hele belangrijke geweest... want daardoor kregen we een absolute datering... dat we konden zien tot aan het eind van de 5e eeuw... dat dat badhuis nog in gebruik is geweest. Want het zat in een deel van de verbouwing... dat ze een deel van dat badhuis nog steeds als oven hebben gebruikt... als verwarmingsinstallatie. En we hebben dus alle objecten die er ooit zijn gevonden... rond het badhuis, op de site zelf en direct eromheen... hebben we dus met een team van 26 specialisten... uitgewerkt, zoals dat zo mooi heet. En al de resultaten van al die deelonderzoekjes bij elkaar gebracht. En dus die hele gebruiksgeschiedenis van dat gebouw. En dus ook de gebruiken. Hè. Wat deden die mensen daar dan? En hoe zat het in elkaar? En hoe kwam je aan water en vuur en lucht en alles? Dat hebben we nu helemaal kunnen reconstrueren. Maar vervolgens komt er dus nog een hele interessante fase. En daar zijn we eigenlijk nu in. Dat we met mensen die gespecialiseerd zijn in... gewoon het werken met VR-engines, dus eigenlijk voor gaming. Mm-hmm. Samen met zo iemand hebben we nu reconstructies van het badhuis gemaakt. En dat is dus ook, want dat is eigenlijk ook al een vorm van kunst. Want ja, we hebben geen idee natuurlijk uiteindelijk, maar hoe kun je het... uiteindelijk een belevenis gaan bouwen. Dat geen idee. Je hebt wel een beetje een idee, toch? Je hebt wel een idee. Maar of het 8 meter of 8 meter 50 is, dat weet je niet. Ja. Maar je maakt natuurlijk een educated guess. En bijvoorbeeld wat voor kleur zat er op de muren en de wanden. Dat kunnen we wel allemaal goed zien. Mm-hmm. Uiteindelijk wil je dat mensen, als ze een bezoek hebben gebracht aan het museum... het idee hebben dat ze ook echt dat gebouw hebben bezocht. Juist. En dat daar dan ook plek is voor verwondering en voor, hè, wat jij zei, fascinatie van... jeetje, deden ze dat toen al? En dat je dan toch weer een beetje in de schoenen van die mensen zelf kunt komen te staan. Dus het verhalen vertellen is... als veldarcheoloog ben je ook wel bezig met publiek, maar in de huidige functie als conservator, ja, dat is cruciaal. Ja. En dan is reconstructie het hoogste doel eigenlijk, hè? Zo dicht mogelijk bijkomen. Toch wel, of in ieder geval het mooie is, want dan wil je heel vaak wil dan het publiek of bijvoorbeeld de media met wie je praat, die willen alleen maar absolute waarheden. En dat wordt dan vaak ook een beetje in het competitieve, hè? Is het nou echt de oudste? Is het nou echt de grootste? Oh ja, de grootste. Of ze maken er al heel vaak de allergrootste badhuis. Zeg ik nee, ze hebben niet het allergrootste badhuis. Maar hij is wel heel mooi bewaard gebleven. En zo probeer je wel ruimte te laten voor een eigen ervaring van publiek met die site op het moment dat ze daar komen. Want dat vind ik zelf, had ik als kind al de fascinatie. Gingen we in Zuid-Frankrijk, naar van die arena's of wat dan ook. Ja, en dan heb je zo dat moment dat je daar binnenkomt en daar ergens gaat zitten. En dan heb je zelf die ervaring. En ik wil heel graag dat... En dat is ook vroeger was het veel meer educatie. Was echt heel erg streng lesgeven. En dan kreeg je al zeker die schoolkinderen een soort van college. En nu is het veel meer dat je probeert ervaringen te maken... waarin mensen toch zich kunnen onderdompelen in die tijd van toen. En zeker ook wel voor degene die dat willen. Sommige mensen willen toch heel veel feiten. Maar ook een soort van gevoel. Dat je met een soort gevoel er dan weer uitloopt. Is er ruimte voor fictie? Kun je dingen toevoegen die inderdaad eigenlijk niet per se waar zijn, maar wel mooi? Sterker, daar zijn we juist de afgelopen 2 jaar dus heel erg mee aan de slag gegaan. Je moet ook weten, in de Nederlandse archeologie, de meeste hoogleraren zijn heel erg streng. De Duitsers bijvoorbeeld, die zijn dol op
in het echt nabouwen. Hè. Dus die bouwen hele castella na. En in Nederland wordt daar al een beetje altijd op neergekeken. Van, ja, maar, hè, want als je het eenmaal in baksteen hebt gemaakt, kun je dat nooit meer ongedaan maken. En je stuurt de mensen te veel. Maar die gaan dan terug naar helemaal niks. Maar ja, aan een gemiddeld drie muurtjes en wat dakpannen, daar heeft de gemiddelde bezoeker niet zoveel aan. Wat is dat dan? En alle schoolkinderen die ooit in Heerlen zijn geweest in het museum zijn stoffige oude stenen. En ik moest ze nog gelijk geven ook. Maar we zijn ze aan de slag gegaan. En dan kom je eigenlijk op performing arts. Met inderdaad, we hebben scenario schrijvers personages laten creëren. Gestoeld op de werkelijkheid. Dus we hebben Lucius. We hebben Amaka. We hebben Marcus Julius. Mensen waarvan we weten door epigrafisch materiaal dat ze in Coriolanum hebben geleefd. En die hebben tot leven gewekt. En we hebben nu een nieuwe introductiefilm met acteurs. En dat is Amaka. Ja, heeft Amaka zo uitgezien? Geen idee. Maar het mooie is, het is een actrice in het hier en nu. Dus die weet op een leuke manier, op de juiste manier ook doelgroep aan te spreken. En we krijgen wel eens een tut-tut opmerking via Facebook van, nou, die Romeinse soldaat die heeft een helm op en dat kan helemaal niet, want dat is... Of dat die klep dan niet vast zit, maar los zit. Nee, dat kan allemaal niet. Yeah. Ja, en terwijl het leukste vind ik dat wij dan op social media teruglezen dat de kinderen zo genoten hebben van die film. Want hij is een beetje grappig ook, hij is een beetje gek. En toch lopen die mensen dan daarna het museum dus uit van, die hebben een leuke middag gehad, maar die hebben wel degelijk dat besef gekregen dat die 2000 jaar geleden al mensen leefden. Die dus met hun hele leven. Dus daar gebruiken we. Hè, natuurlijk, ik heb geen idee hoe oud. En we hebben zelfs gezegd, Amaka was Cosmeta in het badhuis. Nou, daar hebben we geen enkel bewijs voor. Nee. Maar het is een fantastische manier om verhalen te vertellen. Dus soms mag het wetenschappelijke een klein beetje geërodeerd worden als dat de belevenis veel sterker maakt. Ja, want het is, we doen dat alleen met personages waarvan we dus door inscripties op potten of dingen, wat dan ook, zeker weten dat ze geleefd hebben in Coriolanum. Ja. Wat interessant is volgens mij dat jij heel erg terugkijkt. Hè? Dus je zegt, zo was het en we gaan dat beeld zo rijk mogelijk maken. En begint het pas eigenlijk als het... Je kijkt eigenlijk vooruit, je maakt andere verhalen, maakt iets nieuws. Of zou je zeggen dat je ook vaker terugkijkt door wat je opgraaft en gebruikt in je kunst? Ja, misschien beide. Ik denk als je iets maakt vanuit een bepaalde idee of zo, vanuit een bepaald materiaal, vanuit een bepaalde bron, dan vertel je... Je maakt iets nieuws, maar... Je refereert wel of zo, eventueel. Ja. Ja. Maar het is niet echt een doel allemaal. Reconstructie is nooit een doel. Nee, maar überhaupt niet. Het is niet dat ik naar mijn atelier ga en dan iets bedenk van... Oh ja, het is een doel voor mijn toeschouwer en die moet dit en dat zien. Dus zo werkt het überhaupt niet. Hoe werkt het wel? Ja, ik ben sowieso niet iemand die dan naar binnen loopt en dan... Mijn materialen heeft of een wit doek en een kwast of zo en dan gaat bedenken, dus zo werkt het überhaupt niet. Ik ben echt iemand die eerst naar buiten gaat en lekker wandelen of ik ga naar Trier toe of ik ga naar Keulen toe lekker en naar buiten wielrennen, fietsen. Ik moet gewoon bezig zijn met verzamelen fysiek, maar ook mentaal en op een gegeven moment zie je dingen, ik lees veel en dan ja, dat zijn allemaal materialen, zeg maar, om uiteindelijk iets mee te maken of zo. Ja, het verzamelen is breder dan alleen de bodemvondsten. Ja, dat is ook de indruk die je op de racefiets hebt en zeker. Die gesprekken. Ja. Ja. Ja, je hebt die hele inspiratie, dat is ook iets wat je niet kan afdwingen of zo. Hè. Het is soms, je kan de hele dag naar het atelier gaan en dan helemaal niks. Of 3 dagen ook, dan zit ik gewoon wat te googlen en YouTube te kijken of zo. Maar dan ga je opeens 's ochtends douchen zo en dan... vet, weet je. Heb je een idee en dan is het goed of zo. Hè? Dan, samen geklonterd. Ja, precies. En dan hoef je er niet eens daar mee te maken te hebben. Maar je kunt het niet afdwingen. Je wacht gewoon. Je moet wel iets doen. Want als je iets doet, dan krijg je ook iets terug of zo. Hè? Het is eigenlijk het verschil. Het is ook een beetje hypersystematisch en goed beredeneerd naar associatief, kan ik het zo noemen? Of is dit ook een systeem? Is dit ook systematisch? Ja, dat is een soort systeem, maar dat lijkt, zeg maar, of ik wil niet dat het een systeem is, maar ik weet, zeg maar, dat het functioneert omdat ik het al 10 jaar doe of zo. Ja. Dat is een beetje gek eigenlijk, want normaal zou je denken van, oh ja, ik weet precies zo en zo, maar ja, ik kan dus altijd een beetje terugschakelen, zeg maar, ik heb dat nodig dan om überhaupt iets te kunnen maken, zo.
Ja. Ja, dus er zit een systeem. Het is wel een systeem. Maar niet te dwingend. Je wil het niet te erg omschrijven. Nee, want dan werkt het niet. Ook omdat ik steeds... het lijkt soms een beetje schizofreen, maar bijna elk werk van mij ziet ook anders uit. Ofzo. Ik heb wel eens een tentoonstelling gemaakt dat mensen bijna denken dat het een groepsentoonstelling is. Maar als ik ga praten erover, en er zit letterlijk een soort van rode draad doorheen, dan het ene werkje met het andere te maken. En dan begrijpen ze opeens het hele verhaal en de beleving van de afgelopen half jaar of zo dat ik gezien heb. En dat is gewoon de manier hoe ik heb leren werken, of hoe het voor mij werkt, zeg maar. Ja. Dus nog een belangrijk verschil is denk ik die helderheid. Die in de hele wil je zo helder mogelijk beeld schetsen van hoe het was. En bij jou hoef je misschien niet eens alle informatie te weten, alle achtergronden. Nee. Dat mag onbepaalbaar blijven. Ja, dat moet ook anders. Dan zou het heel. Dan moet je kunst lezen op een bepaalde manier. Terwijl eigenlijk iedereen is anders. En het is gewoon een open werk, zeg maar. Ja. En, ik heb er wel gedachtes bij. Maar ik heb ook vaak dat als je dan met mensen praat op een opening. Ik heb zelf een aantal ideeën van bepaalde lagen. En dan praat je met iemand die heeft andere ideeën. Of die heeft iets gezien. Of die vertelt iets van, ik heb dit en dat een keer gezien. Of die kunstenaar. En dan groeit zijn werk eigenlijk. Dus komen daar kleine dingetjes bij. En sommige die zeg ik dan, oké, bedankt. En dan vergeet ik snel. Maar sommige die zijn echt waardevol. En dan wordt het werk of het concept wordt dan sterker daardoor. Zo. Ja. Dus niet dat ik het helemaal afgekaderd heb of zo, hè. Maar het kan groeien en het kan ook aan de hand van tijd. Er is een bepaalde. Ik heb bijvoorbeeld een keer een video gemaakt in Brussel, gewoon in Brussel toen. Daar heb ik een paar maanden lang in de metrotunnels rondge. Ik had er geen klei of lus of helemaal niks. Dus ik ben eigenlijk onder de grond gaan kijken in Brussel zelf. En ik heb daar echt maandenlang elke putdeksel opengetrokken. Van parkeergarages. Dingen opengemaakt waar ik in de metrostelsels uitkwam. En zo ben ik eigenlijk de hele stad gaan rondlopen onder de grond. Vanuit een gekanaliseerd rivier wat onder Brussel. Eigenlijk de basis van hoe Brussel ooit ontstaan is. Dat soort dingen. En eigenlijk die verbindingen. Later, ik heb het werk toevallig laten zien een tijdje terug ergens. En toen zei iemand opeens tegen mij, het is wel bijzonder dat je dat gedaan hebt. Want daarna waren die aanslagen in Maalbeek en het vliegveld en zo daar in 2015. En die video's van 2014. En ik weet toen ik later terugkom in Brussel, zijn heel veel plekken waar ik toen geweest ben. Zijn echt hermetisch afgesloten, zijn nieuwe hekken gemaakt en zo. Dus eigenlijk verandert ook zijn werk dan. Als je nu kijkt naar die beelden en wat ik zeg maar gedaan heb, is dat ik vanuit onder de grond, vanuit gaatjes, kieren, vanuit... een soort van luchtroosters die onder de perron zaten. Eigenlijk, je zit in een wereldstad, maar heel dicht bij mensen, maar niemand kan mij zien. Ik zit altijd in de ruwbouw of achter de muren, zeg maar. Onder de stations, achter de stations, in de tunnels. En het is een hele gekke positie eigenlijk om in te nemen. Want iedereen kent alleen maar Brussel vanuit het metrostation. Je stapt in, je rijdt naar het volgende en je stapt uit. Iedereen is ook bezig met van A naar B en zoiets. Maar goed, dat is ook op die manier. Nu is het werk anders van mij of zo. Hè? Ja. Omdat het gewoon. Het kan misschien nog steeds wel, maar. Ja, ik denk wel dat ze minder blij zijn als ze je nu ontdekken. Dat denk ik ook. Met welke drang, met welke wens ga je de grond in? Als je dit zo beschrijft. Heel veel mensen zouden dat niet noodzakelijkwijs doen: putdeksels optillen en metrostelsels. Welke drive zit daaronder? Het ontdekken gewoon. Gewoon. Maar ook de geschiedenis. Het is dan wel een soort van betonnen geschiedenis. Maar ook daar zie je het. Ze hebben bijvoorbeeld een paar ruwbouwstations. Die zijn al aangelegd, maar die zijn nooit in gebruik genomen. Om eventueel te verlengen een lijn of zo. En dan op zo'n plek lopen. Dan hebben ze in de jaren 60 ooit gebouwd. En er zitten nog geen tegeltjes op de muur. En dan sta je daar en de stof ligt daar 3 centimeter dik op. En soms zijn er wel wat sporen van mensen te zien die iets geschreven hebben. Dus ook bij jou is de basis terug naar wat er was. Zo dicht mogelijk daarbij komen. Ja, en dan gewoon steeds hopen iets dieper te komen, iets verder te ontdekken. Voor jou denk ik ook, hè? Nou, maar de grap is wel dat in dat terugkijken zit er ook een juist heel erg een reflectie op het hier en nu. En wat ik zei, die tijddiepte en dat relativerende. De Romeinen waren natuurlijk top of the game. Als je ziet wat ze allemaal konden. En toch is het allemaal naar de kloten gegaan. En is er inderdaad uiteindelijk alleen maar een ruïneus landschap overgebleven. En we kunnen natuurlijk als mensen heel slecht tegen chaos en verandering. En als je iets leert uit het
terugkijken naar het verleden, is dat dus alles constant verandert. Hmm. En dat het ook dingen die in beton gegoten lijken, omdat het succes is, omdat het goed is, omdat het werkt. En toch gaat het, is het eindig en toch verdwijnt het. Dus dat heeft wel degelijk, denk ik, ook die fascinatie van mensen als ze in het museum komen, als ze een gebouw, het Pantheon in Rome. Hè, dat je zo'n gebouw kunt maken. En toch is het gewoon verleden. Het is gewoon afgelopen. Ja. En of het nou rampen zijn, of het nou gewoon oorlogen zijn. Het gewoon maar het lijkt wel alsof gewoon elke cultuur gewoon echt niet ontkomt aan die neergang. En wij zijn natuurlijk nu de dominante cultuur, hè, zien we ons als wij zetten de toon en zo gaat het. En juist en dat vind ik dan, als je dus ziet die mensen die dat toen maakten, dat waren gewoon mensen zoals wij hier en nu. En ook allemaal met goede doelen en goed georganiseerd. En ja, 500 jaar later is er gewoon helemaal niets van over. Dus die reflectie zit wel degelijk ook bij ons in de wetenschap en juist ook in zo'n museum. En dat zal lang niet bij iedereen zo zijn, maar dat is dus ook wat je open wil laten. De een wil er als een soort docent die wil checken van, heb ik nou alles geleerd wat er te leren valt? En andere mensen, die komen daar veel meer voor een soort van belevenis. En mooi vond ik dat Geim vertelde, dat hij al heel vaak in het museum is geweest en dan gewoon alleen maar naar vondsten gaat kijken. Ja, weet je, dat had ik gewoon helemaal niet bedacht. Dat het ook gewoon die functie kan hebben voor mensen. Helemaal los van de informatie en welke route moet ik lopen. Nee, gewoon daarheen gaan. En zoals ik zelf dan vaak wel in museum met een bepaald kunstwerk, een schilderij, daar het liefst dan een uur voor gaan staan. Op dat niveau kunnen ook archeologische objecten heel erg die verbeelding en misschien zelfs soms ontroering. We hebben zulke kleine aardewerken potjes. Dat je denkt, wie heeft die gemaakt? Want je krijgt je vinger niet eens erin en is keurig op een draad. En het zijn exact de replica's van een gewone drinkbeker. En zijn dat dan inderdaad gewoon bij bekertjes geweest die in een kindergraf hebben gezeten? Ja. Of heeft een kind daarmee gespeeld? Dus worden vaak in een grafcontext gevonden. Dus dat geeft dan ook een ontroering. Of inderdaad, gewoon de voet letterlijk van een mens in zo'n natte kleitegel die dus daarna gebakken is. Ja, dat kan soms gewoon ontroerend zijn. Ja. Ja, en interessant is dus inderdaad het perspectief ook op onze huidige tijd. Dat zie ik dan bij jullie allebei. Ik bedoel, Geim, als jij daar naar beneden loopt, jij kijkt naar het dagelijks leven zoals we dat nu leven. En in zekere zin, Karin, kijk jij vanuit ook de bodem en de vondsten naar onze huidige tijd. Er zit iets meer tijd tussen, maar dat is eigenlijk, gek genoeg zijn we gewend in metaforen te praten, volgens mij van overzicht en van bovenaf altijd kijken. Hè? Uitzoomen is zo'n term. Terwijl ik, als ik nu jullie goed beluister, is van onderaf een veel betere blik. Ja, bottom-up, letterlijk. Ja. Bottom-up, ja, ja. Waar inspireren jullie elkaar, zijn de kunst en wetenschap? En dan geef ik jullie even die rollen. Gaan we als ik bij jou kan beginnen op elkaar, maar niet. Ja. Ik heb sowieso heel veel bewondering voor de archeologie. En ja, het is gewoon mijn interesse ook. Hè. Het is, ik zit liever 's avonds met een boek met honderden plaatjes. En gewoon te kijken dan een Netflix-serie of zo. Ja, mooi voorbeeld. En ja, het is gewoon heel bijzonder. Ja, ik weet niet. Ik ben ook gewoon zo. Ik heb het altijd al gehad. Ik zoek pas een aantal jaren eigenlijk echt naar dingen of zo dan. Ik heb altijd al die fascinatie of die interesse gehad in de oudheid. Sinds ik jongetje van een jaar of 5, 6 ging ik met mijn ouders mee naar Israël toe. En we liepen door Jeruzalem heen en overal andere opgavingen. Masada bijvoorbeeld, een hele bijzondere plek. En als je daar rondloopt, dan je wordt er gewoon stil van. Hè? Je voelt dat. Je loopt door de oude stad in Jeruzalem en je gaat een paar trappen omlaag en dan sta je opeens op de Romeinse marktgang of zo. Hè? Met nog de zuilen en zo. En als je dat beseft. En, ja, ik heb altijd gedacht van ooit wil ik archeoloog worden of zo. Maar het ging allemaal een beetje mis op school en zo. En ik was een hele slechte leerling. Yeah. Ik heb niet eens een MAVO-diploma. Helemaal niks. Ik heb geen diploma gehaald. Dus het enige wat ik kon was eigenlijk gewoon of niks doen. Ik ging de krant rondbrengen, maar toen dacht ik, dan word ik matroos. Toen ging ik naar Den Helder toe.
Dus na 4 jaar dat gedaan te hebben, als matroos, ben ik dan de kunstacademie beland. Want dan kun je iets makkelijker binnenkomen. Met een HAVO-Nederlands test, zeg maar, zoiets. Ja. En toen, vanuit daar heb ik toch eigenlijk gewoon zodat ik in mijn eigen ding gevonden. Hè, om mijn interesses en mijn hobby's, mijn passies, om dat allemaal samen te voegen. En kunst is daar het perfecte ding voor. Daar komt alles samen, zeg maar. Ja, maar de basis, het beginbeeld was, ik wil archeoloog worden, die wetenschap. Niet al, heb ik nooit heel hard, heb ik wel vaak gedacht of zo. Maar het is nooit, het is nooit een doel geweest of zo. Anders had ik er misschien wel, Maar nu kan ik eigenlijk overal gewoon van snoepen, zeg maar, en naar kijken. En, er zijn heel veel werelden, die ik interessant vind. Maar archeologie is wel de belangrijkste en de meest bijzondere wat er is, vind ik. Maar kunst stelt je in staat inderdaad om van alles iets te nemen en daar toch ook je eigen... Ja, het zijn de ideeën of zo en dan het concept is natuurlijk het allerbelangrijkste. En uiteindelijk zoek je dan daar het juiste materiaal of dingen bij en het zijn verschillende... Het is gewoon een soort van taart met verschillende taartpunten met elementen of zo. Hè. Ja. Maar, en Karen, waar wordt jouw werk geïnspireerd door kunst? Of waar denk je, dat is interessant? Als je als... wetenschap wordt opgeleid aan de universiteit, dan zit je op een gegeven moment in een heel klein kringetje met allemaal nerds, laat het wel wijzen. Drakendorf 32. En je versterkt elkaar heel erg in dat nerdy kennis, encyclopedisch en weet ik wat. En sowieso is dus, als je ook in de veldarcheologie of in de universiteit blijft werken, dan blijf je echt letterlijk een beetje in die ivoren toren. En op het moment dat je meer in de publieksfuncties komt en steeds meer archeologen werken ook, bijvoorbeeld als adviseurs bij gemeentes, van hoe kunnen ze het Romeins verleden of het middeleeuws verleden van de stad toch weer op een of andere manier zichtbaar, beleefbaar maken. Dus dan moet je al die... dan moet je al een beetje los van de feiten komen en veel meer gaan kijken, dat storytelling. En waar ik dan gewoon de inspiratie heb van kunstenaars, of nou performing arts is, of het echte maken van kunstwerken, is juist wat je al eerder zei. We willen allemaal een verhaal vertellen, maar kunstenaars kijken vaak natuurlijk heel anders. En die worden niet zo, die hebben niet zo'n grote ketting met een grote boei aan hun voet, dat ze door de wetenschap op een plek worden gehouden. Die kunnen vliegen. En twee mooie voorbeelden dus. Ik kan zelf bijvoorbeeld ook ontzettend hard lachen om Welkom bij de Romeinen, die serie van de Klokhuizen. Daar heb je Welkom bij de Romeinen, waar Welkom bij... dat vind ik al hilarisch, dat asynchrone en al, toch sketches, al die... Ja, precies, sketches. Dat het niet allemaal saaie historieles hoeft te zijn, maar gewoon geestig. En toen heeft dus inderdaad een scenarist, die heeft daar toen voor Romeins Festival, 4 jaar geleden bij ons in Heerlen, heeft... op die drie personages heeft hij zo'n soort Welkom bij de Romeinen geschreven, maar dan dus Welkom in Coriophalum. En ik ben er totaal niet bij betrokken geweest, dus ik heb ook niks gecontroleerd op feitelijkheden. Ze hebben een half uur met me gesproken en vervolgens hebben ze daar een totaal toneelstuk van gemaakt. En dan ben ik zelf zo verrast wat zij eruit halen en wat ze ermee doen. Ja, dat vind ik geweldig. En zo is er dus ook, Cultura Nova is altijd in Heerlen. En er was 3 jaar geleden een jong gezelschap, drie jonge mensen van de toneelacademie hier. Die wilden iets met een performance doen in het museum en... dan heb ik altijd zo in zo'n eerste gesprek van... waar moet ik beginnen? Ik moet je eerst 6 uur college geven over de Romeinen. Maar eigenlijk in 1 uur tijd, dan halen ze er al zoveel uit... en dan komen ze met iets. En dan is iedere keer weer die verwondering en die verbazing... wat zij eruit halen. En dan kom je dus op dat punt dat je dan echt niet zo heel krampachtig... van ja, maar het moet allemaal kloppen... Een deel moet kloppen, hè? Maar dat is wat je ook al zei, van in kunst zitten lagen. Dus er moet 1 laag zijn. Nou, dat moet wel graag een beetje oké en authentiek zijn. Het moet geen Disney zijn. Maar vervolgens voegen kunstenaars er bijna altijd lagen bovenop. Waar ik als wetenschapper, ik ben inderdaad geen kunstenaar, nooit op was gekomen. En die het heel goed doen bij het publiek. Dus wat Akatak heette ze toen heeft gemaakt voor ons. Het was toen wel echt een soort performance in het museum tijdens Cultura Nova. En dat hebben we toen hen laten aanpassen. En dat draait nog altijd bij ons in het museum.
Dus dat is natuurlijk super. Ja, het is een schitterende wisselwerking dus, als ik het zo hoor. Ja. Dank jullie wel. We zijn met de kleine zaal vandaag, maar ik wil jullie hartelijkste applaus vragen voor deze twee gasten. Dank je wel. Je hoorde een gesprek dat live werd opgenomen tijdens het PAS-festival. Een festival over wetenschap en de kunsten van de Universiteit Maastricht. Tussen Kunst en Wetenschap is een podcast van Studium Generale van de Universiteit Maastricht en de Stichting Edmund Hustings. Het idee komt van Barbara Strating, Harold Merkelbach en Lene ter Haar. Samenstelling en productie door Barbara Strating. De presentatie is in handen van Luc Heesen en de muziek is gemaakt door Audionautics. Benieuwd naar de andere afleveringen? Kijk dan op onze website of abonneer je op je favoriete platform.